ons schouder. We gaan dat goed maken met een foto. Er zijn twee mensen die hadden ook zeggen waarom dat ze hier niet zijn straks. Het is alleen maar 23 van de 25. Het zijn stuk voor stuk prachtige mensen. Allemaal individuen, elk met hun eigen leven en hun eigen manier van werken, steun aan het team. Dat zijn stuk voor stuk prachtige mensen. Ik ga proberen met mijn vrouw er vlot door te gaan. Ik heb dat thuis geoefend. Ik heb dat thuis geoefend. Oh ja. Als je van 25 mensen één zin zou zeggen, is het toch een. We gaan beginnen met nummer 2. Wat een zoon. Blijven jullie lief zitten, is al eerst praktisch de kandidaten. En hoe je toch wel een recht staat als je een woord bent. Of kom je liever naar voren dan hier vooraan? Dus nummer 2 mag. Voor mensen, zoals ik, deze reis niet alleen bekennen, maar het is geen aangenamer om die mensen vooraan te leven. En na elke keer voor zich. Het is niet op het scherm. Op het scherm is op de foto. Ja, gezien. Hebben we hoor? Ja, ik zoek bij mij. Kijk je wel uit. Die ene keer kom met een stuk naar de verhouding. Dat we nog een woord van de powerpoint te zetten. Dankjewel. We gaan beginnen met kandidaat nummer 2. Het is de derde keer dat hij meegaat met onze partij, uiteraard, de CD&V vroeger. Daarvoor is zijn vrouw ook al eens kandidaat geweest. Hij heeft ons tegenwoordig in het dossier mee zijn gehaald in het laatste zes jaar. Het is onze enige echte womenaar. Mijn appreciatie en uw appreciatie voor nummer 2, Alex Marchal. Dank dan. Op nummer 3 staat onze enige vrouwelijke uitredende schepen. Ze is opengebloeid in die 6 jaar tijd en ze krijgt een hele mooie kiesbare plaats uiteraard. Ze komt van Keien, Alex van Lomen, zijn van Keien. Dames en heren, mijn en uw appreciatie voor Reet Polaert Deverk. En dan komt het dan, van de 4e tot de 7e plaats, als ik ze in één adem, of in één zin, iets vroeger kon. Dat zijn onze jonge mensen. Onze jeugd krijgt de laatste 4 op de mensen. Dat betekent dat we ook aansluiten met onze visie van verjonging. Je kunt daar lang over praten, maar je kunt het ook doen. En wij praten erover, maar we doen het ook. We geven 4 jonge mensen, 2 nieuwe kandidaten die nog nooit van politiek hebben gedaan en 2 die de vorige keer er ook op stonden, geven de plaatsen 4. Tot en met 7, met op 4 Robin Dooms, op 5 ondertussen leraar geworden, die diploma proficiat. Dan op 5 Erwin de Rolé. Niet dat allemaal gestemd voor u, denk ik niet. Ze moet nog het woord die zeven dus staan houden. Dus Helene de Rollet op nummer 5. Op 6 een hele nieuwe kandidaat. Onze jongste kandidaat. Binnen zijn dus de kleinste. Hoe groot ben je? 1,93 meter. Pablo Loagie uit het centrum van Linksmuiden, 19 jaar, student geschiedenis en hoofd van voetbal. En ook nog een ander ding, maar ik kan niet alles op Pablo Loagie. En daarna komt kandidaat nummer 7, ook een nieuwe kandidaat uit Lambernissen. Dat is Jolien Hoorne. Ik
zo zeggen die jullie, je moet je prioriteiten kennen. Oh, het is ook huwelijk, zeg. Oh, ja. Het is nogal getrouwd, zaterdag voor achter, ze zet een bloemtje en ze zit er nu in. Op huwelijk, zeg. Maar dus, vier jonge mensen, waar we heel dankbaar voor zijn, op plaatsen 4 tot en met 7. Veel kandidaten hebben daarvoor plaats gemaakt. En daarover gaat het. Hebben bewust gekozen om achteruit te stappen, om die nieuwe mensen te plaatsen. Nu, misschien gaat de burgemeester straks ook nog uitleggen. Het is in feite om het team waar hij staat nu, want de kopstem, je kunt niet meer delen van de kopstem, maar toch is het belangrijk, symbolisch, dat ze een goede plaats krijgen. Ze worden gesteund, daarachter komt kandidaat nummer 8, door heel zijn leven, wat dat CV-werkt hij als, is van het centrum aan de Schuiden, en hij luistert naar de naam Domi, oftewel Dominique Mesveld. Ze is ook al heel lang actief in het dossier mee. Dat is inderdaad een sociale ding. Ze heeft al heel veel mensen kunnen helpen, ook door zijn job. En Visa Dominique, succes. Ik dacht deze namiddag aan passivé-plak te zien. Ik ben prima klaar. En daarom hebben we op plaats nummer 9 een kandidaat die voor de tweede keer op onze lijst staat uit het centrum van Dijksmuiden. We zijn heel dankbaar dat ze onze ploeg versterkt. Dames en heren, mijn en uw appreciatie voor Nele Poop. Dan komen er 2 kandidaten uit Vlaamsdorp. Nummer 10 en nummer 11. Ik ga beginnen met nummer 11. Een leeftijdsvorm vraagt dat. Ze gaat ook voor de tweede keer mee op onze lijst. Deze kandidaat uit Vlaamsdorp. Ze is kinesiste in Terduiven. Ze is mama van een groot gezin. Ze is ook de voorzitter van de fanfare, waar ik secretaris ben. Ja. We spelen ook een graag muziek. Uw applaus, appreciatie voor Wendy Mappelberg, Sinave. En omdat het moeilijk is, wordt het wel om zichzelf voor te stellen. Gaan we even terug naar plaats 10, want daar staat onze sympathieke, altijd ijverige Stefan David uit Vlaamslo. Stefan, die veel mensen kennen natuurlijk van het loket in de post. En hij is altijd enthousiast om onze brede groep van mensen echt vooruit te doen. Dan komen we zo wat in het eerst vooraan vragen, tot en met 11. En dan de tweede groep. Ik zeg, deze dame gaat voor de tweede keer mee. Ze komt uit het centrum. Vroeger woonden ze in Veerst. En ze wonen nu boven de Seine. Als ze mee en de Seine, die wonen nu boven de Seine. Ze is het luisterend oor van de inwoners van Dijksmuiden. Soms zeg ik ook het alles in het oog. Luister het woord. Dames en heren, uw appreciatie voor Connie van der Best. Dan komen we aan een trio van nieuwe kandidaten. Nieuwe kandidaten. En ja, zitten nu in de tweede helft al wat speciaal bij. Kandidaat nummer 13, deze man uit het centrum van Dijksmuiden, als ik het goed heb, was 12 jaar geleden, 18 jaar geleden, was hij onze campagnebureau. Nu is hij beter gekend voor zijn brons. Wat hij aan het drinken bent. De brouwer van Nachtraaf,
Dames en heren, misschien een verrassende kandidaat. We zijn heel blij en dankbaar met Lieven Pondraats. Ik voel allemaal dat het wat menens is met frisse en jonge gezichten. Ja. Dus ik heb gezegd dat Lieven een trio trekt van nieuwe kandidaten. Dan hebben we een kandidaat die voor het eerst ingaat uit Keien. Ze heeft, als ik het goed heb, Rooms-Katholieke godsdienst. Ze heeft godsdienst. En ik vind het heel bijzonder, ik heb het nog gevraagd aan haar. Ik dacht vandaag, we hebben allemaal, van de eerste tot de laatste, onze beperkingen. Maar bij Hanna is het beter zichtbaar. Ik vind het chapeau, we kennen elkaar nog maar van Anemia, van de receptie. En ik heb al heel veel bijgeleerd van haar. Dus, uw applaus en appreciatie voor Hanna Rossé. Het is mooi om te zien hoe ze aan het standen gaan. Ze komt met die wagen op de parking op vergadering is. Ze vond dat juist gekeken. Die achterkant gaat ook wat in op doen. Valt door een brug. En ze ziet dat achter. Alles gaat terug dicht en dan zitten er daar. Fantastisch, ze is heel blij. Met onze ambassadeur. Ook voor mensen met een lichamelijke. Dan hebben we een 15e kandidaat. U hebt ze misschien al gezien op Facebook. Want dat was een vergissing. Sorry. Ja. Ja, sorry. Ja. Want dat doet mij af. Dat was haar zus, die zodanig blij was, haar zus, dat die dan niets van kende, die dan op sociale media. Want we hadden één kaartje nodig als voorbeeld van alles. Een kaartje, en dat is het kaartje van Pauline. Pauline luistert naar de naam Pauline van Steenkisten. Dat is niet moeilijk. Steen zijn achternaam. En dan Uwajazin. Uwajaneza. Ik vind dat iets maar boek. Uwajaneza. Ja. Pauline, we zijn heel blij dat je hebt toegezegd om ons team te versterken. Veel mensen kennen Pauline van in Women. Daar werkt ze in de Zilvervogel. En ze is heel enthousiast en heeft al veel mensen aangestoken uit ons team. Met dat enthousiasme. We zijn heel dankbaar, heel blij. Ze geeft kleur aan ons team. Al op voorhand, de vrouw die vindt dat allemaal mogen zijn. Dan komen we aan de plaatsen 16 en 17, we zetten ze samen. Deze twee heren, alle twee van Essen afkomen, onze wonen alle twee in Essen. En de ene is al meegeweest de vorige keer, en de tweede nog niet, dat is de eerste keer. Ik heb het over Ferry Daan, was al de vorige keer kandidaat. Ik heb het ook over Andy, Van Tommel. Ze werken beide in de horeca. Misschien ga je best eerst gaan eten bij Andy. Hij heeft samen met zijn man Bernard een Italiaans restaurant in Isen. Hij kunt dan wat goed heet met, niet weer gedronken is, maar dat is kunt dan nog een stende, want dan gaan slapen op baby. Bij Ferry. Niet bij Ferry, hè? In het hotel van Ferry.
and it's very late. It's not going to be one slap. Like it says, hè? Ferry is gehuurd met Dries en woont dus ook in Eens. Ik vind het ook belangrijk, ik heb gevraagd of ik dat erbij mag zeggen. Ik vind het fantastisch dat we zoveel verscheidenheid, diversiteit hebben in ons team. Dat mag ook gezegd worden. Dank u wel, Ferry. Dank u wel. Kandidaat nummer 18. Wanneer ik moet zeggen, wat ik had me bij, het is een gepassioneerde onderwijzer. Dat zijn veel. Het is een nieuwe kandidaat, het is de eerste keer dat hij ons team versterkt. Hij en zijn vrouw Annie bekijken Diksmuiden vanuit vogelperspectief. Ze wonen heel hoog in de bloemmolens, hebben prachtig zicht. Ze hebben een prachtig zicht op het parkeren van de IJzertoren. En hoedje af voor Koen Moria. Ja, nee, goedje af. Ja, ik doe het voor jou. Ik doe goedje af. Goed, dank u wel. Kom, de naam Morion. Ga misschien dat je weer een belletje doorheen doen. In de streek van Loreningen. Onder andere, een van de broers van Koen is daar uit Bredenburg. Dus dank u wel, Koen. Dank u wel, Annie. Hij heeft onze foto's nog genomen. Voor een legislatuur en zijn zo op stand geweest, dat was heel laag. Proficiat Koen en succes. Dank u. Benaderen zit nog kandidaat 19 en die is verontschuldigd vanavond. Dat is iemand minder dan Mieke Hoemare uit Nieuwkapelle. Ze heeft daar een prachtige vakantiehoeve. Mevrouw en ik. Ik ben ervan getuigd, ik ben een week op vakantie geweest. Een week in een Nieuwkapelle? Ja. Wel fijn, dat kan toch? En een streek. En ze hebben een heel druk seizoen gehad. En hun reis was nu gepland. Dus Mieke is samen met Johan een weekje naar Dordrecht. De dag Hoemaar had je misschien bekend in de oren klinken. Nu. Want haar onkel, haar oom, Raftje Hoemaar, ik dan maar zeggen, is nu uitreden gemeenteraadslid. Dit is de meneertje van Raft Hoemaar. Dan komen we bij kandidaat nummer 20. Ik zou zeggen, waar je gaat langs Diksmuidse wegen, kom je een habit tegen. Ik zou het anders zeggen, nee. Pas nu is vroeg, dus na hem sluiten, zie hem naast de straat. Verstraten! Dankjewel, Habi. Je bent een van onze senioren. Dat mag ik zeggen. Kandidaat die achter zit met Koen. Wanneer begint dat? Vanaf jullie leeftijd. Habi is nu uitredend gemeenteraadslid. Heeft al een hele lange staat van dienst bij onze partij. Wij Habi heel dankbaar voor alles wat hij dag in dag uit doet. Nu kan ik er lachen mee en zeggen: Habi Verspraten was sloop de snel maar later. Nee. Is Mieke hier? Nee, Mieke is aan het werk waarschijnlijk. Nee? Mieke. Maar Habi heeft dat heel veel gedaan. Succes, Habi. En bedankt. Dank u. Twee nieuwe mensen op plaats 1 en 22. We beginnen met een man uit Leeken. En zijn naam is Chris Purpe. Chris. Ik heb erbij geschreven, Chris Puppe, alias de tuinboer. Want veel mensen kennen Chris en zijn zelfstandige zaak.
om duiden aanvullen en te volgen. Chris, van harte welkom in ons team. Ik wens je succes en bedankt om toe te zijn. Samen met Nicole. Ik was onder andere heel lang bij de brandweer. Ik ben onlangs gestopt daarmee. Wij kennen elkaar heel goed van de fanfare van Beerst en ook in Vlaanderen. Alsjeblieft. Na Chris hebben we heel lang gezocht om iemand te vinden in Beerst. Er was de voorlaatste van in Beerst hadden we niemand. En we hebben graag, want dat straks kon zeggen, we hebben dus al je goed bekeken en ik kan dat niet onthouden. We hebben 11 mensen uit het centrum. We hebben er 14 uit de deelgemeente. Het zijn precies 14 deelgemeenten bij Stad en Smuiden. We hebben niet van iedereen de deelgemeente iemand. Maar ik zet het in mijn hoofd met wel 2 van Eesen, 2 Vlaamslo, 2 Leeken, 2 Keien. Dat zijn er 8. Je stapt over de IJzer, we hebben Van Nieuwkapelle, Oude Kapelle, Lampernissen en Pervijzen. Dat zijn er 12. We hebben dan iemand van Omen, nummer 2, en we hebben niemand van Beest. De dame van Beerst, we zeggen niet graag het is de vrouw van of de schoondochter van. Maar bij Christine de Vrome, uit de sector van de landbouw mag ik zeggen. We hebben enkele mensen ook uit de landbouw, uiteraard. Christine is de vrouw van Chris van der Velde. En Chris is op zijn beurt de zoon van Gilbert van der Velde. Dames en heren. Een heel nieuwe ervaring voor u. Je ziet dat. We vinden dat prachtig dat we dat samen mogen, dat er echt afleggen. Ik had dat zeker moeten. Proficiat, dank u wel. Nog iemand uit de landbouwsector? Deze keer uit Leeken, op plaats 23. We zijn er bijna. En dat is Magda Janssens, maar ze heeft graag dat we zeggen, met haar man erbij, Magda Wolters Janssens. Het is de tweede keer dat Magda op onze lijst staat. 6 jaar geleden heeft ze ook al meegedaan. We zijn heel dankbaar dat je terug hebt toegezegd. En ik heb erbij geschreven, Magda, vroeger Magda. Ze heeft een hele mooie hobby, namelijk buikdans. Bij deze, het is maar een weetje, met dat bolletje. Hij zegt, ja, Magda, buikdans. Dan hebben we nog 2 kandidaten op plaats 4 en 25. Misschien even serieus. Dat zijn 2 mensen, onze 2 mannelijke uitredende schepen. Die hebben er bewust voor gekozen om in plaats van in de top 5 te gaan staan, wat klassiek heel normaal is. Mensen hebben al die stad van dienst jaren lang, hebben heel goed de stad in Smuiden. En 14 deelgemeenten gediend. Ze hebben dat heel goed gedaan, legislatuur na legislatuur. En toch hebben ze bewust gekozen in de visie van Team 8600 om achteraan te gaan staan, om nieuwe mensen, om jonge mensen extra kans te geven. Ik vind dat we daar alleen al voor ik heb een applaudissement. De medelijstnummer is onze schepen Martin Aubin uit Oldenkapelle. We hebben dus ook wettelijk voorzien, het moet zo zijn, we hebben 12 vrouwen en 13 mannen. Waarom geen 13 vrouwen? Het is gemakkelijker om man te overtuigen van een vrouw. Dan moet een vrouw niet ook een man overtuigen. Bij de man ook met de vrouw. Dus we hebben, als je het zo goed bekijken, we hebben 9 nieuwe gezichten. 9 nieuwe gezichten. En 16 mensen die al meerdere keren op de lijst staan. We hebben ook 4 jongeren, heb je al gezien. En op de laatste plaats staat onze uitredende schepen als lijstduwer Mark de Kerel. Yeah. Bedankt Mark voor alles. Bedankt Mark voor alles. En succes.
We zijn er bijna. U hebt nog één plaats gehoord. Want na 25 komt 1. Dat is nodig. En het hele team is heel dankbaar dat zij onze lijsttrekker zijn. Echt waar. Maar ik ken haar nu ondertussen als vriendin. Zij is ook heel dankbaar dat zij zo'n team achter zich heeft. Het is wederzijds. Voor de mensen die gisteravond in Wonen in het debat waren, was het overduidelijk. Er steekt één iemand van alle bestuurders en heel Rijksmuiden met kop en schouders erboven wat betreft de schierkennis, een waardige lijsttrekker, onze uitnemende burgemeester en provincieraadslid, ons stemmen komen, Lies Larrinoven. Ja.